Het CARA onderzoekt al meer dan 40 jaar de rijgeschiktheid van bestuurders van motorvoertuigen. Elk jaar worden duizenden mensen door de experts van CARA onderzocht en geholpen. Op het CARA evalueren we de medische rijgeschiktheid van bestuurders en kandidaatbestuurders. Onze kandidaten beschikken mogelijk niet meer over de nodige vaardigheden om veilig te rijden. Dit kan een gevolg zijn van een ziekte, ze kunnen een ongeval hebben gehad of een andere medische aandoening die dat al dan niet aangeboren is. Het CARA werkt multidisciplinair. Dit wil zeggen dat experts uit verschillende domeinen samenwerken om tot een eindevaluatie te komen over de rijgeschiktheid. Ons team bestaat uit psychologen. Zij kijken in hoeverre iemand mentaal en cognitief functioneert. Vervolgens hebben we onze dokters. Zij kijken naar de medische toestand van de kandidaten. En tot slot hebben we de rijgeschiktheidsexperts. Zij gaan met de mensen de rijbaan op om te kijken in hoeverre iemand veilig en adequaat kan deelnemen aan het verkeer en al dan niet met aanpassingen. Niet iedereen dient door elke expert gezien te worden. Dit is afhankelijk van de medische aandoening en de ernst van de aandoening. Als er geen enkel probleem is, krijg je van ons een attest waarmee je je rijbewijs kan vernieuwen. Daarnaast zijn er verschillende oplossingen voor mensen voor wie de rijgeschiktheid toch niet optimaal is. Zo kunnen er door middel van codes op je rijbewijs bepaalde beperkingen opgelegd worden. Bijvoorbeeld je enkel verplaatsen in de buurt van je woonplaats. Daarnaast zijn er voor sommige medische problematieken aanpassingen van je voertuig nodig, zoals een automatische versnellingsbak of gas- en rembediening aan het stuur. Ook een combinatie van een beperking op je rijbewijs en een aanpassing aan je voertuig is mogelijk. Enkel als het echt niet anders gaat, zal het CARA moeten beslissen dat je niet meer mag rijden. We doen steeds ons uiterste best om in het belang van de kandidaten dat daar hier komen te bekijken op welke manier we ze nog zo lang en comfortabel mogelijk kunnen laten deelnemen aan het verkeer.